met Donny van Eck. Baan nummer 7. Hij heeft al een titel vandaag op zak in de promotieklasse. Ruud Bos. Baan nummer 5 gaan we naartoe. FCC De Vaten, nummer 2 van Nederland. Berjan Mepsen. Flying Bikes, Kootwijkenbroek, Roy Barten. En let op de lijnen die de man in het rood rijdt. Het Twentse Ros, Matthijs de Ruiter. Wij gaan naar een van die topfavorieten uit Putten. Paul van der Leij. De man met de snelste start komt denk ik van de Hoepers uit Bellicum. Davy van der Stijn. En in het laatste applaus plakken we natuurlijk ook het applaus voor de organisatie. Hij komt van een thuisclub uit Nijkerk. Het was een goede wedstrijd. Laat het horen. Nijkerk, Corné Schipper. Finale. Categorie boys 18 jaar en ouder. Wie is daar al snelste weg? Van der Stijn, Van der Stijn, Van der Stijn. Mepsen aan de buitenkant. En ik pak de man uit Hardenberg, FCC De Vaart. We zien Ruud Bos boven op de weg staan. We zien Van der Stijn ertussen zitten. En dat is een mooie buffer hoor. Dat is een mooie buffer voor de man uit Hardenberg. Berrian Mepsen, Mr. Backflip. Hij zit daar op plaats nummer 1 van de lijn. Kijk, daar komt de ruiter al. Daar komt de ruiter naar plaats nummer 4. Die bochten die beheerst hij. Maar het eerste stuk is nog niet snel genoeg. En ook Van der Leij vindt geen gaatje voor het zilver. En dan zitten ze met allemaal in de weg. Het is de laatste titel voor de man uit Hardenberg. Hij was tweede op het Nederlands kampioenschap. Hij is eerst op het kampioenschap van Midden-Nederland. De titel gaat naar Berjan Mepsen.